Marcel Verburg van Zorg en Zekerheid Basketbal Leiden, ook wel bekend als ZZ Leiden. Hoe gaat het seizoen voor jullie eruit zien? Nou ja, we zijn nog in de afrondende fase natuurlijk van het seizoen 2019-2020. En we kijken nu alweer vooruit naar 2020-2021. En ja, dat is natuurlijk een periode van onzekerheid. We weten niet wat het ons gaat brengen. We koersen vooralsnog gewoon op het normale schema. En dat betekent in oktober starten met een nieuwe competitie. Met of zonder publiek? Nou, wij hebben vooralsnog gezegd dat wij zonder publiek niet gaan spelen. Omdat dan heel veel van de atmosfeer, van het avondje uit. En onze zesde man, het publiek in Leiden is echt een zesde man. Heel belangrijk voor de ook prestaties zelfs van het team. Dus ja, voor ons bijna geen optie. En ja, het zou ook betekenen dat wij toch een groot deel van onze recettes zullen gaan missen. En dat betekent een behoorlijk gat in de begroting direct. Dus met welke scenario's houden jullie nu rekening? Nou, in ieder geval één, gewoon normaal starten in oktober. En eventueel dat opschuiven. Afhankelijk van de maatregelen die over ons heen worden gestort. En dat zou kunnen betekenen iets later beginnen. En dan het seizoen oprekken tot de schoolvakanties volgend jaar. En dat zou betekenen ergens half juli. En dan pakken we daar anderhalve maand ongeveer extra ruimte. Nou, en dan kan je nog kijken naar het schema wat je gaat spelen. Dus nou goed, daar zijn ook nog wel mogelijkheden. Dus jullie gaan voorlopig niet vanuit dat het seizoen helemaal verloren is dan het komende seizoen? Nee. Wij richten ons in dat we echt gaan starten. En vooralsnog ook starten in oktober. Ja. Maar als het publiek er dan niet bij mag, nog steeds? Ja, dan hebben we wel een probleem. En dat is ook wat we zeggen. Als er helemaal geen publiek bij mag, dan is dat voor ons gewoon geen optie. Want dan gaat er echt heel veel verloren. En de anderhalve meter maatschappij, dat is voor ons eigenlijk ook wel een probleem in de 5 mijl. Ja, wij denken dat we 25-30% van de mensen dan nog toe kunnen laten. En dat zou betekenen dat wij al moeite zouden hebben om onze businessclub goed te placeren. Laat staan, nog kaartverkoop kunnen toepassen voor de overige supporters. En hoe zeker is het voorbestaan van de sponsors en het geld dat daaruit voortkomt? Nou, een aantal sponsoren gaat het goed. Die trekken dat wel. Een aantal sponsoren, daar zal het wat minder zijn, maar die kunnen ook gewoon door. Maar we zien ook natuurlijk toch een bepaalde segmenten van bedrijven die het gewoon heel moeilijk hebben. En we hebben dit jaar relatief weinig opzeggingen. Maar dat zegt dan ook niet zoveel, want als het echt heel slecht gaat, dan zal dat toch ook een probleem voor de club betekenen.